Welkom bij NL Lifestyle, hier zijn we weer. Ik heb Karel nog een keer teruggevraagd, want ik had nog een aantal vragen. Leuk. Ja, met name, wij gingen een keer samen shoppen. En dat is natuurlijk het leuke ervan. Ik was totaal verrast waar ik mee thuis kwam. En nou, misschien kan je daar iets over vertellen, hoe jij dat inderdaad aanpakt als stylist, als personal shopper. Ja, wat de meeste stylisten of personal shoppers, het is een naam die, nou ja, wat vrij is. De een noemt het de personal shopper, de ander noemt het zich stylist en de ander noemt zich image stylist. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat je natuurlijk kleding uitzoekt voor die persoon wat ook bij hem past. En als je met iemand een shopsessie gaat doen, ja, dan heb je natuurlijk eerst een intake en dan kijk je ook wat er in zijn kledingkast hangt. En aan de hand daarvan inventariseer je wat iemand nog nodig heeft en waar die ook zijn wensen naar heeft. Ja, want bij mij had je heel weinig weggegooid. Ik kon alles hergebruiken, zeg maar. Ja. Dat was echt grappig, want sommige dingen had ik nooit bedacht. Nee, dat is natuurlijk ook het leuke als iemand naar kijkt die je misschien wat minder goed kent. Hè. Die kijken met een hele frisse blik naar jezelf, maar ook naar je kledingkast. En bovendien weet zo'n stylist ook heel goed natuurlijk de dingen te combineren. Hè. Ook qua kleurgebruik, de combinaties daar. Ja, daar komen mensen toch niet zo snel zelf op. Precies, dat vond ik ook heel interessant. Ja. Ik kwam met een spijkerbroek thuis, wat eigenlijk niet mijn bedoeling was. Ik was dus zo, ik heb me helemaal afgedragen. Maar dat is nu ook weer in. Er zitten allemaal gaten in. Het kan gewoon weer ja, door. Je kunt er gewoon weer doordragen. Ja, maar dat is natuurlijk ook leuk, hè? Dat je verrast wordt door een kledingstuk waar je zelf niet zo gauw op af zou stappen in de winkel. Want je blijft toch een klein beetje hangen in wat je gewend bent. Ja, ja, precies. Dus en terwijl in zo'n stijl die je prettig vindt, zijn toch wel andere kledingitems die daar heel goed bij passen. En dat is het leuke van een stylist of een personal shopper. Om die eens met je mee te laten kijken. Ja, en dan heb je eigenlijk ook dat het geld oplevert. Want je denkt, de stylist is duur en je moet allemaal nieuwe kleren aanschaffen. Maar eigenlijk, ik weet niet, ik denk dat we nu naar een gouden tip gaan voor jou. Nou ja, het is wel waar wat je zegt natuurlijk. Ja, en een image stylist die zorgt in feite dat je ook een duurzame garderobe opbouwt. Precies. Want doordat alle kledingitems onderling verwisselbaar zijn en bij elkaar passen. Ja, met 5 items kun je een maand lang in feite combinaties maken. En dat is natuurlijk het leuke. Dus je hebt punt 1 in feite minder nodig. En weet je, er wordt ook wel gekeken natuurlijk naar kwalitatieve stoffen. Waardoor het ook langer meegaat. Ja. Ja. En je er gewoon veel langer mee doet. En duurzaamheid is natuurlijk ook gewoon hot item. Een hot item. En ik denk ook dat we met z'n allen daar een steentje aan moeten bijdragen. Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is, Carla. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En de beste versie van jezelf. Ik zeg, ga naar een stylist of een personal shopper. Dankjewel. Dankjewel, Carla. Dankjewel, Ria.